Een inwender van Roesterveen is gisteren naar het ziekenhuis rekken nadat er in zijn huis een te hoge concentratie koolmonoxide metten waard. De man werd waskogen door een koolmonoxide melder. Oorzaak is nu alle gedachten een barbecue die het slachtoffer binnen doorzetten hier. Maar is de cv-installatie weer niet mis. In Sleert wordt het zientallen kastanjes omzeggen. De 32 BM staan op het bouwwerk, gewoon binnen wel 100 tot 130 jaar oud. De BM maakt een foto omdat ze ziek binnen. Bij de wind waait de toekomst aan het kan gevaarlijk wezen. Van de delhele kastanjes komen line BM in het plak. Friese gemeenten had te min budget om de verkeer van alcohol aan jongeren onder de 18 goed te controleren. Dat zei de Vereniging van Friese Gemeenten als reactie op de kritiek van het Friese Horecaboen. Die vindt dat er kwalijk wat dingen wordt in cafés en winkels die de nieuwe regels overtreden. Zond dit hier binnen de gemeenten hiervan verantwoordelijk. Archeologen binnen begonnen met opgravings bij het bouwterrein onder het Harmoniekwartier in Ljout. Op het plek dat het nieuwe poppodium komt, zijn de archeologen de komende weken op zoek naar sporen van de historie. Dat moet in witte pakken, omdat er werken wordt in versmarrige groen. Joen en vannacht wisselend bewolkt en droog, de temperatuur leidt om de 13 graden heen. Morgen is het een troch de zinnen erbij, het wordt dan zo'n 22 graden.